Anne, welke dag is het vandaag? Zondag. 9 september. Oh ja, 9 september. En eigenlijk hadden we vandaag in dit mooie water moeten liggen met nog heel veel andere mensen. Maar iemand heeft erin gepoept. Heel Amsterdam heeft erin gepoept. Heel Amsterdam heeft erin gepoept. Kut hè, kijk nou, het ligt er zo mooi bij, zonnetje erbij. Superleuk. Ja, we balen ervan. Maar het is niet anders. Dus we gaan jullie meenemen in de alternatieve dag van de Amsterdam City Swim organisatie. Alternatieve programma. En we gaan de badjas op. Duurste badjas ooit. Ever. Maar voor het goede doel. We zijn net aangekomen. We zijn daar doorheen gegaan en we hebben een bandje gekregen. Kijk, een deelnemersbandje. Deelnemersbandje. Waar we aan gaan deelnemen. Weet het nooit helemaal. Maar we kunnen in ieder geval de badjas op. En de zon schijnt. Ook goed. Ook lekker. Het is eigenlijk perfect zwemweer. En dan ben ik ook nog met mijn bestie. Ja, perfect zwemweer inderdaad. Ja. Helaas. Annie, we hebben al even tussenstand. We hebben al een snelle jelle en een flesje water. Eten, ik zie eten. Kom. En Annie ziet eten. Gaan we. Geslagen. Tadaa. Ze hebben het wel fancy aangericht, hè? Want dit is warme chocolademelk. En hier kun je allemaal fancy water halen. Chocola. We worden wel goed verzorgd. Wij eten en drinken vandaag voor Alice. Ja. Een marathon. Normale wethouder sport. Ook hij is er natuurlijk bij de gemeente Amsterdam. En dit zegt eigenlijk, als dan zie je ze helemaal in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam met de Vlaanderen. Hij gaat natuurlijk vertellen, we hebben een heel grote applaus. Hier is namens Maarten, uit de Amsterdamse krachten. Maarten, zonder E. coli bacterie. Dag Maarten, welkom. Kom maar even hier bij ons op het podium staan. We hebben net al gehoord van Bente en we hebben gehoord van Pieter. Nou, als we dus wel hadden gezwommen. Dan hadden we dus hier nu in onze sexy suit gelopen. Waarschijnlijk, denk ik, waren we dan hier naar binnen gegaan. Ja. En dan waren we vet stoeren met onze muts en alles op. En dan hadden we hier ergens. Hallo, zie je? Als we even op dat... Ja, we gaan er even op. Vind ik ook wel dat we dat waard zijn. Oh, maar die meneer wil eerst even zijn fotoshoot. Oh, ja. Wacht even. Kijk, die meneer die heeft hetzelfde gevoel. Het is wel echt prachtig zwemweer. Ja. Maar dan gaan we dus hier zo. Hadden we gelopen met onze blote voetjes waarschijnlijk. Oh. En dan hadden we hier staan. Veel succes! Annie, hoe voel je je nu? Ja, jammer dit. Weet je hoe vet? Wat hebben we gedaan? Ik moet wel zeggen, je voelt het en je ziet ook het water, want we zouden vette tegenwind hebben gehad. Dat is wel een beetje waar. Dat is wel serieus zwaar, denk ik. Maar zo, die boot daar is ook best wel vet. Mooi hoor, dit. Ja. Ja. Volgend jaar weer. Misschien. Nou, we zijn toch een beetje verdrietig. Iedereen maakt dezelfde foto's als wij. Maar gaan we het volgend jaar gewoon doen dan, Annie? Ja, en we gaan nu dus naar de finish lopen. Dat is ook wel leuk, met z'n allen. Dat is het alternatief. We hebben een banaan. Ja. En een paar snelle jelles. Een paar snelle jelles. We zitten bij alles. Ja lekker. Ja, dank je. Ja. En volgend jaar staan we hier in onze outfit. En nu gaan we een stukje wandelen. Oké, let's go. Nou. Laten we gaan stappen. Oh, weet je wat het is? Ik heb geen goede moed. We zien het altijd. Precies weet wat ik moet. Ik kan het niet laten. Annie had net even een mooie tekst. Ik moet het even wel herhalen, zeker. We lopen nu in Stoet. Met heel tussen team, wat is het? Gorkum.
hele gezellige mensen met muziek en zo. Gorkum heeft het meeste geld opgehaald als team. Ja. 125.000 euro. Ja. Maar hij dacht heel blij te zijn met 1500 euro en al dat soort dingen. Ja. Ja. En jullie hebben gezwommen toch vanmorgen? Ja, ook nog. Ja. Ze hebben het goede voorbeeld gegeven, dus wij lopen graag mee met hun groepjes. Ja. En ze hebben muziek. Dus ja, ze hebben ook muziek, dus daar zijn we ook wel blij mee. Maar je had net even mooie woorden, Anne. Nou ja, god. Toen we daar stonden net, dat ik ineens wel dacht, oh ja. Het is eigenlijk, we werden gewoon mooie praatjes gehouden en de voorzitter die werd helemaal emo en zo. En toen ging het natuurlijk heel erg gewoon over Alice en zo. En toen dacht ik ineens, oh ja, we hebben het wel daarvoor gedaan. En daarvoor was het alleen maar, wat je had. Maar nee, het is eigenlijk toch best wel top. En nu lopen we dus met duizenden, weet ik veel, mensen wel naar, de finish. Ja. Om daar toch nog even met z'n allen stil te staan. Aandacht bij, te krijgen voor Alice. En het is wel leuk, want het is allemaal met verkeersregelaars en zo. Dus het is wel echt een stoet. Ik weet niet of je dat wel zien, maar er zijn echt heel veel mensen. Ja. Dit is toch echt wel heel mooi. We zijn toch goed bezig. Ja, zeker. En we gaan hem sowieso nog zwemmen. Weet je niet waar, maar we gaan hem nog zwemmen. Dat gaan we even vragen aan Gorkum, hoe we dat het beste kunnen doen. Ze kunnen vinden. Zoek de poep. Zoek de poep. Geen drol te zien. Nee, maar wel helemaal blije mensen. Anne-Marie. Nee. Een beetje jammer. Daar hadden we lekker gezwommen. Lekker, hè? Ja. Dus alle bootjes, nou, niet de bootjes. Is toch mooi? Ja, zonder de bootjes. Zonder de bootjes. Volgend jaar, Annie. Ja, ik heb de finish al in zicht, trouwens. Annie, het is ons gelukt. We zijn bij de finish! We zijn bij de finish. En wat mogen we ophalen? Matjas. Doe je benen, doe je benen. Kijk. Finish. Yes. En nu? Daarheen denk ik. Hierheen. Yeah. Ja. Zo, pittig hè? Pittig tochtje. Woe. We hebben de badjas. En ik wil toch nog heel even... Santé, Daphne. Santé. Op de overwinning. Ja. Lekker snorretje erbij. Yeah. It's coming into play. Jan Vermeer. Ja, ik ben hier, mee. Maar ik heb geluk gekend. Om iedereen. When all I've lived for becomes mine. Woehoe, we gaan beginnen! We zijn inmiddels weer terug op het terrein en wat hebben we? Goodie bag! Yeah! Dit belooft heel veel, maar dat valt er niks in. Maar het idee, de bedoeling is goed. Dus en hallo, we hebben René Vroger live zien optreden net. Dus say hello! Wat wil je nou weer? Hallo! Het is bloed! Zweet en tranen! Nou, de stemming zit er al lekker in, bier ook. Dus we doen er nog eentje. Oh, lekker! Lekker watertje, uit buiten die hap. Ik ook? Yes, ja! Yeah. Kijk, en nu gaan we even dansen. Nou, dit was... onze Alice City Swim Experience. Vond het een mooie dag. We zijn kapot. Ja. Nee, het was een mooi alternatief. Ja, ik had er niks van verwacht. Deze bijzondere alternatieve programma. Ja, het was voor ons ook een grote teleurstelling dat het allemaal niet doorging. Want we hadden ons er toch wel naartoe geleefd. Ja, en Cindy, veel geoefend en gezwommen. Badpak gekocht, bril gekocht, pak gekocht. Noem het allemaal maar op en eraan. En ze waren allebei een beetje verdrietig / boos gisteren. Maar en we gingen een beetje. We gingen echt voor de spullen halen. Maar ik moet zeggen. Het heeft wel indruk gemaakt. Ja. En eigenlijk dacht ik, volgend jaar doe ik het niet meer. Maar nu denk ik wel. We zwemmen volgend jaar gewoon heen en terug. Ja. En we willen in ieder geval iedereen bedanken voor alle steun, alle support.
Ja, want het was natuurlijk ook niet helemaal onze keuze. We hadden graag heel hard voor gezwommen. Maar we zijn heel blij met alle donaties die we hebben gekregen. En vandaag toch ook wel een beetje achtergekomen dat het echt wel heel erg nodig is en zo. En dat alle mensen dat geld goed voor besteden. Zeker. Ja. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot volgend jaar. Ja, en dan in wedstrijd met badmuts. Toch, ja, we hebben ook geen badmuts gekregen. Nee, echt slippers. Volgend jaar. Eindigen we toch maar met spullen. We'll be back. Ja, tot dan. Doei! Doei!